kijken. Oh. Heb je het script bij? Weer over de kutscript. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Droomkracht. En vandaag zijn we natuurlijk ook in play.droomkracht.nl. Voor de mensen die willen joinen, kan natuurlijk via ons IP-adres. We zitten nu in een anti-sneeuwmap. Nou ja, ik zie al wat sneeuw op de achtergrond. Dit is niet de sneeuwmap, maar dit is gewoon eigenlijk de normale map die weer terugkomt. We weten nog geen datum. Leroy, weten we al een datum? Nee, hè? We weten nog geen officiële datum, hè? Nee, dat kunnen we nog niet zeggen. Nee, oké, dan moet je even op Twitter wachten. En dan op Twitter zal heus wel een aankondiging komen. Ook gewoon Twitter kan je ons volgen via Droomkracht eigenlijk. En wat we aan het doen zijn, dat is een verrassing een beetje. Ik kan het wel een klein beetje zeggen. We zijn heel veel attracties aan het opknappen. Denk aan de Indiana Jones, de zoektocht naar Jasmin. Noem maar op. We zijn gewoon heel veel attracties aan het renoveren, veranderen, layouts, thematisering, alles passen wij aan. En zodoende ook de Alice-attractie. Alice in Wonderland, die krijgt een boost. Na zoveel tijd te hebben gestaan hier, gaan we de hele binnenkant opnieuw maken. Dus het dark ride gedeelte, de buitenkant krijgt een vernieuwing. De layout wordt misschien wel een beetje aangepast. Want als wij een attractie aanpassen, is het ook gelijk grondig. Dus dan pakken we echt bijna alles aan. We bouwen het eigenlijk opnieuw weer op. En zo wil ik een aantal dingen aan jullie laten zien, maar nog niet verklappen. Dus bijvoorbeeld Indiana Jones, die ga ik nog niet laten zien. Want daar is zoveel aan veranderd, dat moet je eigenlijk met je eigen ogen zien. Dat is een beetje een verrassing nog. En hier zijn het bouwteam bezig. Ik ga daar ook even helpen natuurlijk, vind ik leuk. Om jullie te steunen. Althans, ik hoop dat ik jullie steun. Wat is het, jongen? Wat zijn jullie aan het doen? Oh, welke wordt het? Zijn jullie er al over eens? Nee. Nee, oké. Okay. Nou, hartje staat voor liefde. Dat is altijd wel leuk, toch? Daar kies je altijd wel voor, hè? Oké. Okay. En je bent een vrouw, dus dan kies je ook voor rood. Ja. En dan zwart, dat is meer voor mannen. Dus we krijgen hier een beetje een vrouw- en een mannen-tafereeltje, denk ik. Wat vind jij, Stef? Je bent dezelfde kleur als dat hart hier. Als de hart hier. Maar het is toch... Nee, schop is dit. De schoppen, ja, toch? Ja. En dat is dan hartje. Beide? Ja, dat is een goede oplossing. Beide, Irma. Ja, zullen we beide doen? We missen nog een aas. Oh nee, die doet niet mee, hè? Een klaver. Een klaver en een... hoe heet die ander? Ruiten. Oh mijn god. Ja, zijn dit allemaal? Nee, dit zijn allemaal dezelfde. Ja, wel, je hebt een nieuwe. Ja, ik zie een nieuwe hier. Is dit dan... Wacht, schoppen en dit is dan klaver. Of nee, dat is ruit. Nee, klaver was inderdaad die rode, hè? Oké. Okay. Nou, succes. Jeetje, man. Nee. De enige kaarten waar ik verstand van heb is een landkaart. Ik ben een beetje van de kaart, jongens. Ik ga ik ga even een stukje vliegen. Wow. Ja, zo ga je niet zo schoppen. Ik zoek even Arabië. Ja, Arabië. Want Arabië heeft een update gekregen. En ook de zoektocht van Jasmin, dat was een loopattractie. Die was een beetje verouderd. En vandaar dat daar nogal... we hebben een beetje een schop aan gegeven. Ja, nee. Het is zo hard, hoor. Ja. En dit is de attractie, gewoon. Die ook, alle paden zijn vernieuwd en zo. En we zijn al bezig met nieuwe torens en zo. Ja, maar, zit er ook ruiten in? Ja, er zit er ruiten in, ja. God, wordt het zo'n aflevering. Ja, dat doet het zeker. Maar ik zit nou eens te kijken. En terwijl wij gingen bouwen aan deze attractie, was het een beetje meligheid bij de eerste klas. En dan gaan we nu even naar kijken wat er is gebeurd. Oh, het was bij dat raampje. Ik heb nog steeds hoofdpijn. Ik heb echt serieus hoofdpijn. Leroy ook nog, hè? Ja. Oh mijn god, kijk maar even mee. Jacob!
klaar mee. Nu loopt die varken naar binnen. Oh god. Ik heb een kauwgom ingeslikt. Stel ik je in benzine. Ja, ik ga touw maar vast te knopen, godverdomme. Met de vork ook niet. Hier, wacht. Kijk eens achter je venster. Oh nee. Jakob! Wat hè? Doe eens omhoog en dan wil je er weer lopen. Dat is omhoog. Oké, nou dat was hilarisch. Althans, echt die onverwachte humor. En ze wist ook niet dat ik aan het opnemen was. Maar we waren aan het lachen. En toen op een gegeven moment, snel dat programma opstarten. En toen was ik gelukkig op tijd. Er zit ook heel veel Easter eggs in de attractie trouwens. Easter eggs wil zeggen gewoon kleine geheimpjes die je zelf moet ontdekken. Dus en het is ook verbreed. De attractie is een stuk groter. Zit onder deze attractie. En die heeft ook een nieuwe naam gekregen. Die gaan we ook waarschijnlijk nog even opknappen. Vooral de ingang. En deze heet de El Volagodor. Maar Jaco is de naam van de vogel. Dus waarschijnlijk wordt het iets met El Volaco. Voljaco door. Ja, dat klinkt veel leuker. Verwijzing naar het Coco-mannetje of Coco-vogeltje boven. Nee, ken je niet Aladdin? Nee, oké. Okay. En dan heeft dit gebouw van Jafar, de wraak van Jafar, die heeft ook nog een boost gekregen met het uiterlijk. Zo zie je ook meer torentjes erbij en dit hele stuk is erbij gebouwd. Kortom, we gaan gewoon attracties nog mooier maken dan dat het al is. En dat wordt echt heel tof. En ik ben ook benieuwd of jullie uiteindelijk als de map terugkomt... ik ga naar Indiana Jones, dat mag ik niet laten zien. Ik ben benieuwd of jullie dan ook kunnen zien... van de verandering, of je dat kan opmerken als je door de server heen loopt. Ben je er al uit, Irma? Ja. Is het al een beetje goed gekomen met... je mist nog één. Ja. Klaver. Waar is Klaver? Ja, die bestaat er dus. Bestaat die niet? Dat moet wel. Ik weet zeker dat die bestaat. Nou, eruit was makkelijk, want dan hoef je hier maar één dingetje te doen. Ik ga even wat aanpassen, want hier zo hebben we allemaal die plantenbakken. Het is een beetje krap en je moet natuurlijk wel... Bij ons park staat bekend dat je een beetje veel vrijheid hebt, de ruimte. We nemen ook... Vroeger hadden we heel veel alles op elkaar gebouwd, hè? Weet je dat nog, Leroy? Ja. Zo, en toen dan hadden we echt paden van 3x3 en dan moest je doorheen wringen. En nu hebben we allemaal open vlaktes waar je lekker dingen kan verkennen. Dat is een beetje ons doel geweest later. Ik zal het even weghalen. En hier is dus de nieuwe ingang. Precies op de hoek zo. En dan kan je hier met een trappetje naar beneden en dan kom je bij Frozen. Maar dit is nog onderdeel van het Sprookjesbos Alice in Wonderland. Dus vandaar dat het nu ook aan het Sprookjesbos wordt verlengd. En het station is wel heel tof. Misschien krijgt hij nog een boost. Want we hebben natuurlijk ook een nieuwe medewerker of in ieder geval een nieuwe bouwer. En het staat voor me. Kijk of hij door heeft. Hij heeft nog niet door. Ik sta achter je. Ja. Hallo. Hallo. Slecht geacteerd. Ja, slecht geacteerd. Even kijken, heb je het script bij? Weer op het kutscript. Welke pagina? Even zoeken hoor. Dat is godverdomme iedere keer hetzelfde. Even kijken, pagina 85. Jordi draait zich om en zegt, dat wist ik niet dat jij er stond te filmen. Wat een verrassing. Maar ja, ik ben inderdaad de bouw. Nou, de rest kan je zelf lezen. Ja. Nou, en dan komt... Even kijken. Dan laat Irma een scheet. Dat is de aflevering. Dat is volgende aflevering pas. Ja, en dan brandt de server af. Komt Constantine weer. En, Constantine weer. Ja. En dan weer die level kwijt. En Gio zegt, godverdomme, die level nou gelezen. Ja. En dan komt Ayordi weer. Ja, Ayordi weer. Die sloopt die server. Ja. Even kijken.
Nee. Mag ik met het slopen beginnen? Oh, en, oh ja, en hier is Constantine ontsnapt. Ja, ik zie het weer. En dan begint het weer van voren af aan. Ja, ja. Voor de boek gewoon omslaan. De gaas weer. En, ja, dan kan, en dan kan je met pagina 1 beginnen, want het begint weer opnieuw. Ja. Dus tot zover het nieuws. Dan zullen we even opnieuw beginnen dan? Kan ik nog niet? Wat loop je nou? Wat is het nou? Wat is het nou? Wat is het nou? Kitty Karen? Wat is het nou? Ja, jij loopt de hele tijd een beetje belangrijk. Maar wij zijn hier dat ding ondertussen aan het verbouwen. Het is al bijna klaar. Gaan we door. Ja. Kijk, dan weer zo'n muntje. Kijk hoor, nadat Leroy even kijken. Nadat Leroy een opmerking maakte naar Vincent over het niet bouwen van... Ik vind het de video met afsluit. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Droomkracht. Niet als script. Tot de volgende keer. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er ook helemaal klaar mee. Waar is die pauzeknop?